haar. Misschien heb jij zelf of heb je deelnemers met rugklachten. En wellicht heb je al veel houdingen geprobeerd, maar heb je nog niet het optimale resultaat behaald wat je zou willen halen. Ik ben Joost de Boer van Healthy Yoga, fysiotherapeut, manueel therapeut en yogadocent. In deze video neem ik je mee naar enkele nuances in onze mobiliserende rughoudingen. Alright, let's give it a go. In onze yoga practice... Hij wou niet. In onze yoga practice maken we heel veel gebruik van de bewegingsrichtingen in flexie en of in extensie. Misschien voegen we daar nog rotatie aan toe om wat te mobiliseren. Kom eens daar dichterbij. De ligging van de gewrichten in de lage rug kan je hier heel duidelijk zien. De facetgewrichten liggen loodrecht in elkaar. Verticaal staan ze bijna. Dus flexie en extensie, dat is goed mogelijk in de lage rug. De rotatie, die kan bijna niet, want daar lopen de gewrichten tegen elkaar aan. Ja? Zoals wij lopen, roteren wij ook meer op onze torenkale wervelkolom of de rotatie die halen we meer uit onze nek. Om iets te rapen of andere beweegvormen te hebben, hebben we het buigen en het strekken met name in de lage rug dus nodig. We maken dus vaak gebruik van flexie, extensie en rotatie. Terwijl de rotatie misschien wel niet de meest efficiënte onderdeel is van de mobiliserende houding. We kunnen de lateroflexiebeweging, de zijwaartse buiging, heel specifiek inzetten om de lage rug meer te openen. Kom nog eens wat dichterbij. Ik laat het even zien. De flexie en extensie, zoals gezegd, kunnen mooi plaatsvinden door de ligging van de facetgewrichten. Beiderzijds openen de gewrichten in flexie en of sluiten de gewrichten in elkaar bij extensie. Bij rotatie klemmen de gewrichten, zoals benoemd, in extensie meer dan in flexie. Daar kom ik later even op terug. Maar een belangrijk component van de mobiliserende houdingen voor de lage rug is de lateroflexie. Juist de zijwaartse buiging, waarin enerzijds het gewricht mooi opent en de kapsels en banden daar mooi geopend worden. Je ziet de elastiekjes als dat soort structuren die daar geopend worden. Er komt compressie aan juist de andere kant. Dus met dat in ons achterhoofd moeten we de nuances voor de mobilisatie meer halen uit de flexie-extensie-component gepaardgaande met lateroflexie, juist de rotatie. Hier uitgebeeld zie je kleine elastiekjes, uitbeeldend de lokale structuren vlak om de wervelkolom heen, die bij flexie al wat openen, maar bij lateroflexie nog een extra accent krijgen. Naar overheen lopen natuurlijk andere structuren, zoals de rector trunci, langere, grotere rugspieren, die ook bij flexie en extensie met name benut worden. Maar de mobiliteit vanuit meer de laterale lijnen, zoals de quadratus lumborum, die ook zijn mobiliteit moet hebben ten opzichte van de dieper liggende spieren, kunnen we daarom ook specifiek benadrukken bij onze lateroflexiebewegingen. In een asana leg ik het verder uit. Als we komen liggen met de knieën gebogen en we leggen de knieën naar links toe, onze armen gespreid, dan hebben we de rotatie met name vanuit de thoracale wervelkolom ingezet, eventueel vanuit de nek de ene of de andere kant op. De rotatie die loopt vast in de lage rug omdat ik het hier dus in extensie heb. Om daar meer opening te krijgen, is het van belang om flexie in te bouwen. Dus de knie bijvoorbeeld naar je toe te trekken. En in deze manier meer te roteren. Nu kan je nog een nuance gaan aanbrengen door de bovenste heup van je weg te duwen naar de voorkant van de mat. En op die manier voel je heel duidelijk die lage rugstructuren nog een extra accent krijgen om te openen. En dus niet alleen op myofasciaal niveau, maar ook op gewrichtniveau open je daar. Dus op het model uitbeeldend. De thoracale wervelkolom in neutraal, daar vindt de rotatie plaats als we op ons zij komen. Hier. Dat vormt automatisch de extensie, waardoor de facetgewrichten vastlopen.
om toch accent te krijgen bij de twist op de lage rug, hebben we dus die flexie nodig gehad. Daarmee openen we al bijvoorbeeld de erector trunki. En in mindere mate bijvoorbeeld de diagonale of laterale lijnen. En waardoor als wij de heup van ons wegduwen, dan in één keer de groene structuren hier meer openen. En dat kan de meerwaarde zijn om dus de lateroflexie te gaan benutten om efficiënter en effectiever de lage rug te openen. Doordat we de lateroflexie hebben geïntegreerd in de mobiliserende houding, zullen we ook vinden dat we bij de flexie meer ruimte gaan krijgen. Want de lateroflexie is een opening van de gewrichten aan één zijde en compressie aan de andere zijde. Welke de opening ook als meerwaarde heeft bij de flexie op zich. Deze nuances kan je bij de houdingen gewoon gaan toepassen. Maar als we rugklachten hebben, dan kan het nog wel eens wat genuanceerder worden. In onze nascholingen gaan we heel specifiek in op de bodyanalyse. Want elke klacht is weer anders en heeft te maken met hoe iemands lichaam functioneert. En waar we uitgebreid op ingaan zijn onze manieren van sequencing. We kunnen verschillende strategieën en tools inzetten om de lage rug efficiënt en effectief vrij te maken. Deze scholingen zijn gewoon via livestream te volgen. Ik hoop dat ik je met deze video geïnspireerd heb en dat je zoveel mogelijk mensen kan helpen. Mocht je nou nog meer willen weten van hoe het zit met alle nuances van lage rugklachten en hoe je dat kan beïnvloeden middels yoga, kom dan naar een van onze scholingen. Kijk daarvoor op www.healthyyoga.nl of op onze Facebookpagina naar onze events. Tot de volgende keer.